Toch wel een stuk gezelliger dan bij jullie hoor. Kijk eens hoeveel mensen bij mij in mijn cafeetje zitten. Dat zijn er toch een stuk meer. Allemaal om nu te kijken naar Owen Maiden en Michael Verberg. Zij mogen onderling gaan uitmaken wie er morgen terug mag komen in de finale van het jeugdtoernooi. Beide mannen hebben gespeeld tegen Marvin van Velzen. Beide mannen hebben daar met 4-3 van gewonnen. Dus mag je misschien wel verwachten dat dit een partij is die redelijk dicht bij elkaar zit. Toch moet ik Niels de Ruiter ook wel gelijk geven dat Michael Verberg zeker de favoriet is in deze partij. Owen Maiden stond vorige week in de finale van Win My World Masters. Daar kom je niet zomaar. Dat weet ook Nick Rawls. Daar moet je wel wat voor kunnen. En tot nu toe zijn de partijen bij de jeugd van een bijzonder hoog niveau geweest. Het verschil tussen de junioren en de senioren verdwijnt zo langzamerhand. 58. Michael, you require 164. Vorig jaar stond Verberg hier in de finale van de Final Dart Masters. Toen verloor hij hem met 2-0 in sets van Justin van ter Gouw. Overigens twee goede vrienden, Verberg en van ter Gouw. Ja, zou Verberg winnen en Van ter Gouw later vandaag ook, dan kan het weer de finale worden. De eerste leg is in ieder geval alvast binnen. Verberg gooit die 66 uit en pakt de 1-0 voorsprong. Hij is de nummer 6 op de wereldranglijst bij de jeugd, Michael Verberg. 100. Owen Maiden is op diezelfde ranglijst de nummer 21. Het is moeilijk in te schatten hoeveel waarde hij aan die wereldranglijst moet hechten. Er staan heel veel Nederlanders in, maar ja, die reizen ook wel best wel veel toernooi af, omdat ze daarin ook ten dele gesteund worden door de Nederlandse Dartbond. Goed natuurlijk ook. Ja, dat maakt het lastig om die prestaties te vergelijken met de prestaties van, nou ja, ik noem maar even de nummer 11 van de wereld. Die komt uit Rusland, Zeltonosov. Hoe goed die is, zullen we voorlopig nog niet weten. Wat wel opvalt bij bijna al die jeugdspelers is het gemak waarmee ze gooien. Alsof er geen druk op staat, alsof er geen camera's op staan. Spelen bij de jeugd tot 4 gewonnen, Lex. En Maiden mag hier voor de 1-1. Via dubbel 19 gaat hij niet doen. Hij gaat voor 10 en dubbel 14. Alhoewel hij liever een 6 had gehad volgens mij. Maar ja, nu werkt hij zichzelf eigenlijk een klein beetje in de problemen. Want hij laat dubbel 7 staan. Omdat hij die dubbel 14 aan de binnenkant gooit. Dubbel 7 is dan weer niet de fijnste dubbel op het bord. Verberg zet prom nog een beetje druk. En dan moet Maiden kijken voor die dubbel 7. Gaat er meteen voor. Die blokkeert de dubbel 7 een beetje. Die blokkeert nog veel meer. Ja, dit is een hele knappe laatste bel van Owen Maiden. Dat moet ik zeggen, want ik wilde al zeggen dat hij zich daar heel erg in de problemen had gebracht. Maar hij weet die laatste bel er toch nog in te krijgen. Little Raven. Owen Maiden. 100. Komt uit Wolverhampton. 16 jaar. Ja, de jonkies die doen het over het algemeen best aardig op dit podium.
Verberg is een jaartje ouder, die is 17. Laatste jaar bij de jeugd dus bezig ook. 81. Verberg is afkomstig uit Herpen. En studeert voor automonteur Michael Verberg. Nou ja, liever natuurlijk professioneel dartspeler. Want dat is toch wel de droom die je bij al die jochies hoort tussen de regels door. Allemaal willen ze of de nieuwe Michael van Gerwen worden, of de nieuwe Martin Adams, of de nieuwe Phil Taylor. Of de nieuwe Tony O'Shea. Verberg gooit 97 hier niet uit. Maiden staat na 12 darts op tops. En mag daar gewoon voor terugkomen. En pakt hier de derde leg in 13 darts. En staat 2-1 voor. Prima leg van de Engelsman. Die Verberg daar toch een klein beetje verrast. Rond de 90 gemiddeld. Dat is prima. Ja, het jeugdtoernooi wordt sinds 2011 gespeeld hier. Het eerste jaar gewonnen door Jimi Hendrix. En de eerste drie jaar kende het toernooi altijd een Nederlandse winnaar trouwens. Pas in 2014 kwam er een Engelsman bij, Callan Ritz. Vorig jaar was de titel voor Justin van Tergouw. Ook dit jaar de absolute favoriet om die titel nogmaals te winnen. Maar ja, de route naar de finale zal niet makkelijk zijn. Want hij speelt later vanavond tegen Wessel Nijman. Die heeft tot nu toe ook een prima indruk achtergelaten. En dan in de finale nog een van deze twee mannen. En die zijn hier ook niet alleen maar naartoe gekomen om de nummers vol te maken. Ook als hij even een wedstrijdje geen commentaar hoeft te geven, is hij natuurlijk aanwezig in de zaal. Niels de Ruiter volgt alles wat er gebeurt in de dartsport in Nederland. 117 voor Verberg, triple 19 en tops. Nee, dat gooit hij niet. En Maiden heeft dan toch het momentum op dit moment in deze wedstrijd. 48 over, 16 dubbel 16 voor een 3-1 voorsprong. Ja, en die pakt hij. Hij staat uitstekend te spelen, Owen Maiden. En pakt de 3-1 voorsprong, Verberg. Er is werk aan de winkel. Moet drie legs op rij winnen. En begint met 24. Dat is geen goed begin. Ja, deze mannen komen natuurlijk niet dagelijks in dit soort situaties. Hier zit Wessel Nijman, de tegenstander van Justin van Tergouw, later vanavond. 96. Twee beurten zonder triple voor de Engelsman. Misschien toch ook wel een klein beetje de druk te voelen. 125. De druk van het kunnen winnen van ja, toch een grote meneer in het jeugddart, Michael Verberg. Dit zijn geen jeugdspelers meer. 140. Verberg is goed bezig in de vijfde leg. Een paar goede scores op rij. Maiden gelooft het verder ook wel in deze leg, heb ik het idee. Verberg mag het wegzetten. Laat nog geen dubbel over, maar dicht erbij in de buurt. 46. Michael, you require 49. Dubbel 16. Ja, die gaat er meteen in. Het is 3-2. Nog altijd voor Owen Maiden. En die mag beginnen aan deze leg. Dit is de leg die Owen Maiden
de zegen moet brengen. En in dit soort situaties, als je 3-1 voor staat, het wordt 3-2, dan moet je eigenlijk deze leg wel winnen. Want als je hem niet wint, dan begint je tegenstander die laatste leg. En dan is de kans dat jij hem nog wint heel klein. En dan begint hij met 41. Vanaf het moment dat hij 3-1 voorkomt, heeft hij het moeilijk. 100. Verberg heeft vaker met dit beltje geraakt. Hij heeft al grote wedstrijden gespeeld op zijn niveau. Nu hoorde het Niels de Ruiter al zeggen. Hij won vorig jaar alle medailles op de World Cup. Single, koppel, mixkoppel, overall, alles ging naar Michael. Samen met Justin van der Rauw ook alle koppeltitels de laatste jaren hebben gepakt. Ja, de pijlen zijn gek hetzelfde als die van Michael van Gerwen. Het zal een tandje of een twee tandjes schelen. 59. Dit ziet eruit als de pijl van Terry Jenkins, waar Owen Maiden mee gooit. Helemaal glad. Geen profiel te barrel. 58. En dit is Nick Rawls, de Engelse scheidsrechter. 81. Nou, Maiden herstelt zich dan toch sterk in deze leg. Verberg met grote moeite om die triples te vinden. Vindt ze eigenlijk niet. En dus mag Maiden voor de wedstrijd gaan gooien. Een plek in de finale. Heeft de triple 20 te pakken. 16 en tops. Owen Maiden. Gaat hij naar de finale? Nee, nog niet. Vorige week stond hij in de finale van de Windmill World Masters. Die verloor hij van Justin van der Gouw. Ja, misschien komt hij morgen wel weer tegen. Hij staat er in ieder geval als hij dubbel 10 gooit. En hij gooit de dubbel 10. Heel goed gespeeld door Owen Maiden. Die in deze wedstrijd de constantste speler van de twee was. En dan verdient hij dus ook om te winnen. Hij wint met 4-2 van Michael Verberg. En dat is bijzonder knap. En hij zal met veel interesse deze Owen Maiden gaan kijken naar die andere jeugdpartij van de avond. Tussen Justin van der Gouw en Wessel Nijman. Niels.